we gaan een spel beginnen. Papa, wacht. Ik zie papa. Heel dichtbij. Heeft papa nog niks geappt? Lekker in een speeltuintje. Ik zie papa. Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. En het is vandaag zondag en we gaan vandaag weer leuke dingetjes doen. We gaan denk ik naar wat speeltuintjes toe, misschien nog wel andere dingetjes. Maar wij nemen jullie vandaag weer mee, dus kijk en geniet met ons mee. Zoals jullie horen is mijn conditie echt slecht. Maar ja, dat gaat echt wel goed komen. We blijven doorgaan. Dus. Maar het is wel lekker even om in de buitenlucht even te sporten. Zo. Even op adem komen. We gaan een spel beginnen. Ja. Ik zit in de auto met de kinderen. Wij gaan verstoppen, oftewel wij rijden naar een punt. En maken een foto. Die sturen we door naar papa via WhatsApp. En hij gaat dan op zoek naar het eerste punt. En daar maakt hij weer een foto. Zodat ik op het tweede punt ons locatie weer kan delen op de foto. En Zo moet hij ons vinden uiteindelijk. Dus kijk mee. Ja, ik ben benieuwd. Dus. Succes. Ja, jullie ook. Wij gaan de auto in. De kinderen zitten er auto in. Ja, de eerste foto krijg je zo. Doei doei. Mijn telefoon die moet er bij de hand houden. Telefoon, geef maar. Dan zal ik even geluid aanzetten bij de eerste punt. Mama zat helemaal te denken of bij dat bij de berg, bij de grote speeltuin. De eerste punt. Of mama zat te denken om bij het jeugdhokje. Maar daar is denk ik een beetje, ik weet niet of papa dat punt kent in Berchem. Omdat we daar bijna nooit komen. Zo, ik heb hem allerhards gezet. Heb je hem op zijn allerhards gezet? Ja. Goed zo. Dan per foto of per gestuurde foto, per locatie, mag papa één extra hint vragen. Oké. Eén of twee? Eentje. Dat is goed. Nou. Wat zullen we dan doen? Bij de speeltuin of bij de iets moeilijkere? Iets makkelijker. Ja, de makkelijkste beginnen? Ja, want de moeilijkste, dat zou een beetje moeilijk worden. Ik ga eerst de makkelijkste doen en dan een beetje moeilijk beginnen. Ja, makkelijk naar de moeilijkste. Ja. Ah, oh, dat lukt ook niet. Mama moet helemaal omrijden om daar te komen. Of niet? Nee. Nou, hoeft het is niet meer doodlopend. En zo staat het erbij, hè? Het is hier druk. Het is hier heel druk, hè? Ja. Dankjewel. Kijk deze spotje van mij. Alsjeblieft. Mama gaat even een foto maken. Het eerste punt waar papa naartoe moet komen is richting de hond. Want wij zijn hier. De auto hier geparkeerd. En dan sturen we de foto naar papa. En dan rijden wij naar het volgende punt. Hè, Jana? Ja. Mama gaat de foto maken. Ja. Ook ik mag vertrekken. Ik heb net een appje gehad. Was de eerste locatie is binnen. Dus ik stap op mijn fietsje. En we gaan rijden. Dus. Zo, ik neem jullie mee. Het is niet zo heel moeilijk deze. Ik denk namelijk dat het hier ergens is. Kan
rij daar zo. Daarheen. Even kijken, zand. Ja, ik ben een locatie aan het zoeken. Zand. Dus hier. Hier stond ze. Ja, hier stond ze. Dit boompje. Voetbalveld. Ja. Nou, wat zullen we nou pakken? Hier deze, de school, of is dat te makkelijk? Te makkelijk. Makkelijk. Ze moeten misschien daar. Nee, anders rijdt mama hier en dan rijden we even naar een andere speeltuin of zo. Papa heeft iets! Ja? Kom mooi uit, want papa die is al onderweg. Woeie! Ik kom bij de eerste locatie. Spannend! Moet ik zeggen spannend? Spannend! Anders rijden we. Wil je speeltuin of kinderboerderij? Kinderboerderij! Kinderboerderij! Ai, ai. Dat is de tweede. We moeten wel even doorrijden, want ik denk dat papa daar bij de eerste locatie al is. Nou, we zijn in ieder geval bijna bij de kinderboerderij, hè? Nou, daar dadelijk een foto sturen als papa de foto heeft gestuurd van hem, hè? Papa heeft nog niet een foto gestuurd. Nee. Nee. Dus ik heb een boerderij. Nou wil ik DN op de foto. Nee. Wij zijn nu bij onze tweede locatie. Ja, bij de kinderboerderij. Hier zijn we van de week ook geweest, bij de kinderboerderij. Dan gaan we onze tweede foto maken. Jee, hij is goed gekeurd. Oké, deze is ook makkelijk. Nou, deze plek ken ik zeker. Ik ga er nu heen. Zo. Ja, dat is goed. Papa is al onderweg. Ha, maak je bij de kinderboerderij, dus dat gaat zeker goed komen. Oh, de camera die. Dan moet ik een keer iets op verzetten, maar dat komt goed. Ik kan gewoon een beetje vast. Zo, we gaan naar de kinderboerderij. Ik neem jullie lekker gezellig mee. Zo, de foto van de tweede locatie is gemaakt. En papa heeft de goede locatie gestuurd. Ja. Even wachten hoor. Zie je het niet al? Zie je het? Ja. Goed hè? Ja, goed zo papa. Zeg maar goed zo. Goed zo papa. Even wacht even. Goed zo papa. Zeg maar daar weer veel succes. Dit was de tweede locatie. Wij rijden door naar de derde locatie. Veel succes, papa. Veel succes. Veel succes, papa. Wij rijden naar de derde locatie.
Wij gaan naar de derde locatie. Locatie. Wij gaan nou heel gemeen doen. Veel succes, papa. Ik ga nu heen. Zullen wij naar de brandweer gaan? Zullen wij naar de brandweer gaan? Ja, maar we gaan. Papa heeft iets teruggestuurd. Ja, papa heeft iets teruggestuurd. Ik ga nu heen. Wij gaan naar de derde locatie. Papa. Hiel, maak jouw gordel vast los. Ga nu heen. Wij gaan naar de derde locatie. Ja, dat geeft niet. Maar we gaan hier bij de brandweer. En dan zien we daar papa fietsen. En dan rijden we daar ook weg. En de derde locatie is de brandweerkazerne. Dus Niel gaat even de foto met de brandweer. Maar de tweede locatie is daar. Dat is de kinderboerderij. Dus als wij daar papa zien, dan rijden wij vast een stukje, of dan draaien wij de auto vast om. Want dan maakt hij de foto van de volgende. Alleen dan sturen wij deze al op, maar dan zijn we weer verder. Dat is dus even wachten, hè, Jana. Kijk, dit is de foto. Ik zie papa. Wacht. Ik zie papa. Wacht, hè. Komt hij daar de spoor over? Kijk, en hij kijkt mooi naar de kinderboerderij, want hij weet dat het bij de kinderboerderij is. Daar, kijk. Oh, papa eten. Van Kevin, die heeft ons niet gezien, hoor. Wij gaan gauw verder. Kijk, papa is nou de foto aan maken. En wij draaien vast de auto om. Ja. En dan gaat hij niet verwachten dat hij hier is. En dan moeten wij heel snel al door naar een ander punt. Want anders ziet hij ons. Dit is de derde. Dit is de vierde. We gaan nu naar nummer vier, ja. Nee, vijf. En nummer vier. Want vijf. We hebben vier gedaan. Dit is drie. We hebben drie foto's, dus we gaan nu naar de vierde. Papa heeft een spraakbericht gedaan. Ik ga nu heen. Nee, hij heeft een foto gestuurd. Hij heeft een foto gestuurd. Is die goed? Ja. Oké. Dan zeg maar goed zo, papa. Zeg maar. Indrukken. Goed zo, papa. Dan ben ik direct toch benieuwd wat de volgende locatie is eigenlijk. Want ik ben er. Dus volgens mij stonden ze bij de beestjes. Even kijken. Zo. Hoppa. Even wachten. Ja. Kijk, ze hebben de foto van deze kant genomen. Dat gaan wij ook doen. Zitten. Dan wachten we op de volgende locatie. Zo. Zo, als te genieten van het weer. En is deze goed? Nou, ik hoop dat het goed is natuurlijk, maar ik denk het wel. Tuurlijk. Zo alweer een berichtje krijgen. Dan gaan we zo zien. Nou, een spraakberichtje. Goed zo, papa. Ja, ook goed gekeurd. Superleuk, hè? Ik ben benieuwd wat het derde punt wordt.
Oké, ik heb dus net de volgende punt gekregen. En ook dat punt ken ik, dat is bij de Kruidvat. Dus daar ben ik heel dichtbij. Ik hoop dat jullie al weg zijn daar, want die punt ken ik ook. En dat is heel vlakbij van mij. Dus ik ben weer onderweg. Dit is de derde locatie. Wij rijden nu naar locatie 4. We moeten snel zijn, want anders haalt papa ons in. En dan gaan we verder naar... nummer 4. We hebben papa net al gezien, hè? We hebben hem verspied, hè? Papa kan dichtbij zijn bij ons. Papa kan dichtbij zijn, ja. En weet je waar we nou naartoe gaan? Nee. Naar. We gaan nu naar. De. Benzinepomp? Of gaan we iets moeilijker pakken? Iets moeilijker. En we gaan naar de volgende punt. Even deze weg houden. Hoppa. Deze een klein beetje zo. Hop. En we gaan naar de volgende punt. Hop. Deze is beter. Foto's gemaakt? Ja, bij de eierboer. Nee. Nee, nee. Oh, bij Slimles. Ja. Oh, ja. Ja. Ik ken die ook wel. Bij je slimles, mijn slimles. Niel, ben jij los? Ja. Goed gedaan. Nu komt de volgende. Oeh, wacht even. Wat is dit dan? Ah, ja, ja, ja. Nou, ook deze is makkelijk. Als we iets kleiner hadden gemaakt, had ik hem niet gezien. Ja, deze is natuurlijk niet moeilijk. Hier zwemt hier heeft Diane altijd gezwommen en nu Jana. De zwemschool, dus ik kom er weer aan. Ik denk dat je de volgende iets moeilijker mag maken voor mij. Ik mag hints vragen, maar ja, deze ja, het staat er eigenlijk gewoon zo goed als voor. Maar dat maakt niet uit. Dus ik fiets naar de zwemschool. Iets moeilijker. Oké, gaan we iets moeilijker. Die kan, moet ik zeggen. Ja, de, naar die gekleurde koe, die weet hij niet. Ja, naar die gekleurde koe. Nee, maar die kent hij niet. Dat kent hij niet. Kent hij niet. Kan hij nooit welke kleurde koe. Dan rij je nu om Berchem heen.
15 zomer en nu jaren. Dus we hebben ze al gezien, komen we weer aan. Even kijken waar we kunnen verstoppen. Verstoppen? Of verstoppen, een foto kunnen maken. Deze roze koe kent hij niet, maar daar gaan we geen foto van maken. Roze koe? Moet ik zeggen? Hier zit de koe in de tuin, kijk. Mijn Lucy weg. We gaan hier een foto maken. Ik kan het. Ja. Wacht, want ze moeten hier een foto maken. Heel snel eruit, Jana. Heel snel. Mam, ik krijg het niet. Dat kent hij niet. Ik laat het even vanuit hier zien en dan ga ik snel een foto maken. Kijk, we zitten hier bij de hurkes, maar ik ga hier bij de berg en boord een foto maken. Gevonden. Ben je er al? Ja. Ja, zijn jullie al op de volgende plek? Want ik ben wel heel nieuwsgierig. Leo, hoe vind jij het dat we dit aan het doen zijn? Leuk. Leuk, hè? Maar was ook leuk. Ja, een pendel. En Johan, vind jij het ook leuk? Een pendel. Johan ook. En Jana denk ik ook. Maar ik weet het niet zeker. Moet je even in huis zijn? Oh, hun komen, hun komen. Jana. Ja? En dan gaan we naar het landje van opa en oma. Dan kunnen we papa weer zien. Ja. Gaan we lunch openen? Ja. Kijken. Ja, cool. Maar dat lukt niet. Mama zal zo even kijken, schat. Ja. Naar papa terug gaan. Papa? Naar papa terug. Yes. Kijk, en hij komt mooi uit. Wow. Want papa die zal ons hier niet in de gaten hebben. En hij komt eigenlijk hier langs gereden. Weet je dat hij hier langs gaat? Kijk, bam! Zullen we hier zo langs even een heg zetten? Kijk, bam! Kijk! En dan komt hij hier langs gereden als het goed is. Zo, we zijn natuurlijk weer aan het wachten op de volgende locatie. Volgens mij heb ik hem binnen. Oh, kijk. Ja, er kunnen nog meerdere punten zijn. Oké. Wat is dit dan? Kijk, dit is natuurlijk wel even een dingetje. Deze weet ik zo even niet. Maar weet je waar de locatie is, ja of nee? Nee, deze punt ken ik niet. Dus het komt me ook niet bekend voor. Nou, is je echt moeilijk. Oh, leuk is. Ja. Ik had wel een vermoeden dat het die kant op was. Onderweg. We hebben onze volgende locatie gedeeld. Als het goed is, komt papa daar langs gereden. Dus we moeten even in de gaten houden. Papa moet hier daar langs komen fietsen.
Ze zijn het even goed in de gaten aan het houden. Ja. Spannend? Ja. De tweede keer. De tweede keer dat we hem zien, hè? Papa. Nou, even goed kijken, hè? Ja. Snel, geef maar wel snel. Snel. Zie je papa? Daar, papa. Boas. Daar gaat papa. Papa. Hij nog steeds net. Had je papa ook gezien? Had je papa ook gezien? Ja. Dan ga je rijden. Ja. En we wachten weer op de volgende locatie. Ja, dit was een leuke locatie. Maar waar stonden jullie nou? Want ik heb jullie niet gezien. Nou, we hadden papa gezien. We gaan nou snel naar onze laatste locatie. Dan moeten we echt verstoppen zijn. Dan moeten we kijken of we kunnen verstoppen, hè? Bij het speeltuin. Hij is weg. Oh, we moeten onze locatie delen. Oh jee, we moeten onze locatie delen. Ja, hebben we hier geen... dat was een leuke locatie. We gaan hier naar het speeltuin. Ik heb jullie niet gezien. Oeh, dat is geheim. Krijg je dus weer een berichtje binnen. Spraakbericht. Ik zal hem jullie ook laten horen. We zijn bijna bij de laatste locatie. Oh, dat wordt spannend. Weet je, we hebben dus weer een foto gestuurd en de Marsstraat. Ik weet niet waar het is. Maar goed dat er een straatnaam is, dus ik ga hem even op Google invoeren. En dan gaan we er naartoe. We hebben ons laatste locatie gedeeld. Wij zitten hier lekker in een speeltuintje. We hebben de foto daar achter gemaakt bij die kruispunt. Dus is goed met papa daar komen. Papa daar komt wel snel verstoppen, hè? Ja. Kijk. Ja, een trein. Hier komt hij. Nu aan. Met zijn trein. Nog één. Waar gaan jullie verstoppen dadelijk dan? Ja. Ik ga achter de bank. Ja, achter de bank. We zijn al een stoplek aan het zoeken. Ja. Wel goed in de gaten houden, hè? Okay, ja! Heeft papa alles al gevonden? Papa heeft iets gestuurd. Echt? Druk maar eens even op play. Ja, ik ben er bijna. Twee minuutjes. Twee minuutjes! We stoppen! Nu wil ook verstoppen? Kom nu aan! Ja! Snel. Volgens mij vinden jullie het heel spannend, of niet? Ja! Wat plat!
Molly. Luan? Luan zit op de glijbaan. Ik zie papa. Sst. Nou, ondertussen ben ik hier ook gaan is lekker aan het spelen. Ik moet een bloemetje brengen. Kijk. Vond je het leuk, de verstoppertje met de auto? Ja. Kijk, daar nog een bloemetje. Wat vond je het leukste? Papa bespieden? Ja. Nu moet een papa ons mee. Nee. Dat kan niet. Papa gaat ook met de fiets weer terug. Wij gaan ook zo naar huis. Ja, ander keertje doen we het nog een keer, ja? Nou, papa heeft ons gevonden. Hij gaat nou even naar de Jumbo lekker ijsje halen. En de boodschapjes voor morgen. Mm-hmm. En dan Morgen moeten wij... Morgen moeten jullie naar school, hè? Ja. Een lange dag. Een lange dag. Maar ik vond het wel leuk, jullie niet? Ja. Ook wel een beetje spannend, hè? Ja. En nog bang. Was je een beetje bang? Ja. Nee toch? Ja, oké. Wat zullen we dan doen? Lekker gooien. Ja. En nu mag ik. Ja. Ben jij aan het? Mis. Mis. Hier. Goed zo. Hier. Goed zo. Ja, dat is wat de kinderen doen zijn. Papa is binnen voetbal aan het kijken. En jij? En ik ben nog even aan het editen van de vlog. Dat is nog even een vriendenboekje in kleuren die morgen terug naar school kan. En daarna gaat hij dadelijk naar bed, want hij is een beetje moe en een beetje zwart. Nee. Ja, echt wel. Vond je de video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Doei.